Jongens, welkom! Vandaag zijn we weer in het prachtige Contentveen. En ik wilde deze aflevering starten met een kort bezoekje aan het huis van boer Martin en het huis van boer Jan. Laten we eerst even naar het huis van boer Jan gaan kijken of hij alweer terug is. Ik hoorde dat hij op vakantie was naar Jamaica of zo, weet ik voor waar hij heen ging. Maar misschien is hij alweer terug. Laten we dus even aankloppen, even kijken of hij thuis is. Hallo? Hallo? Is er iemand thuis? Hallo? Wacht, laten we even stiekem naar binnen gaan. Hallo? Boer Jan? Martin? Nou, oké, hier is dus helemaal niemand. Laten we dan maar gewoon gelijk naar boer Martin's huis gaan. Dat is wel een stukje omlopen, dus niet echt een snelle route, moet ik zeggen. Degene die dit gebouwd heeft, is een beetje een sukkeltje geweest. Dat was ik! Ik heb het gebouwd! Maar leuk dat jullie naar deze video kijken, jongens. Welkom, welkom in Contentveen. Wat gezelligheid, wat een gezelligheid dat we er gewoon weer met z'n allen zijn, hè? Lekker in de survival-serie. Hey! De boer is weg. De bouwvakkenboer. Weet ik veel bouwvakker in het... Oh mijn god, natuurlijk. Het is weer door de week, jongens. Het is dinsdag. Dat betekent dat hij waarschijnlijk nu weer op het boerenland bezig is. In plaats van aan het bouwvakken. Betekent dat ook alleen dat het interieur verder zou gaan. In het weekend in plaats van door de week. Ik weet het niet. Hallo, Martin. Ben je thuis? Ben jij wel thuis? Ja, ik ben thuis, ja. Oh, Martin? Mag ik binnenkomen? Ja, ik kom even naar boven, ja. Oh mijn god, dat klinkt ineens oud. Waar ben je? Naar boven. Ik kom naar boven. Ja, Martin, waarom zit je in je bed? Worden, ja. Wat klink je verstrooid? Snap je hem? Verstrooid. Dat vind ik niet grappig. Oh. Wat is er aan de hand? Gaat het met je? Je ziet een beetje bleekjes. Ik ben ziek. Je bent ziek? Ja. Yeah. Hoe kan dat nou? Ja, gewoon. Ja, soms heb je die griep gewoon de pijn. Ja. Het is wel erg cool. Ja, Soms pakken die... soms pakken die griep gewoon de paarden. Ja, het is zijn net kolen. Dat verstond ik letterlijk van wat je zei. Noor, hebben we dat niet goed gehoord. Ik zei, soms krijgt die griep jou gewoon te pakken. Ah. Want ja, ik draag geen jas, buur, en het is koud. Ah, dat is het dus. Ja, ik snap het, maar het is ook winter, hè, tegenwoordig. Het is december waar we in leven, dus... Ja, dat is echt koud, kijk, ja. Ik draag nog lange mouwen en zo, maar jij hebt gewoon korte mouwen en zo aan. Moet ik even trouwens niet te dichtbij in de buurt komen, of...? Ja, dat moet er zelf weer. Nu staat nu op mijn blooprint. Hey, ik wou... Oh, sorry. Ik wou vragen hoe het met de verbouwing ging, maar aangezien je... Het ligt helemaal stil. Ik ben hier ziek. Ja, mijn neef, die is natuurlijk advocaat door de week. Zijn bouwvakker in de weekend. Wacht, je bent... Nee. Je bent ziek. Hij is boer door de week en bouwvakker in het weekend. Jongen. Zie je, het gaat helemaal niet goed met jou. Het gaat niet goed met mij, nee. Ik merk het. Kan ik wat voor je doen, of zo? Kan ik je helpen met iets? Moet ik met het interieur helpen? Moet ik je alleen laten? Waar is Boeian? Dat is sowieso even ten eerste. Die is nog steeds op vakantie, ja. Zijn vlucht was vertraagd. Ah, zijn vlucht was vertraagd. Dat heb je deze tijd wel eens, hè? Yeah. Kan ik iets voor je doen? Ja. Yeah. En dat is? Ja. Yeah. No. Zeg het maar, hoor. Ik wil je best wel helpen. No, kijk, ik kan mijn huis niet uit. Zo misschien wat dingetjes voor mij willen halen, zodat ik misschien wel... wat dingetjes voor je halen? Ja. Ik wil best wel wat dingetjes voor jou halen. Ja. Yeah. No. Zeg het maar. Tot ziens dan. Ja, maar... wat moet ik voor je halen? O ja, dat is wel een goeie. Zie je wel handig als ik weet wat ik moet halen? Heb je een lijstje bij de hand? Nee. Ja, ik ook niet. Oh, ik heb geen lijstje, nee. Moet ik er even eentje halen? Ja, doe maar. Oké, ben ik zo terug. Dat is goed. Moet ik even een lijstje halen, jongens. Moet ik helemaal naar de bibliotheek vliegen? Al die moeite voor die boer Martin. Zo, zijn we bij de bibliotheek aangekomen. Nemen we even een boekje mee, betalen we er even... Oh, nou trouwens, volgens mij mag ik er dan 3 meenemen, of niet? 3 boekjes, dan nemen we er gelijk 3. Hoppakee, zo. Voor 1 diamond. Doen we die andere boekjes doen we ook gewoon in de ender chest. Zo, hoppakee. Vliegen we weer terug naar boer Martin. Ik ben er weer, Martin. Ja, goeiedag, hè. Ja, ik heb een notitieboekje mee. Zeg het maar, ik schrijf het op. Ah, dat is goed, ja. Ik zou graag 2 eieren winnen. 2 eieren. 2 keer ei. Ja. Yeah. Maak daar maar 4 van. 4? Heb ik vanmorgen ook weer genoeg. Heb je vanmorgen ook weer genoeg? 4 keer ei. 2 glaasjes met honing. 2 glaasjes. Ach, 2 keer een glas honing. Ja, ik kan niet typen, staat erin. Even kijken hoor, wat zou ik nog meer willen, ja. 4 keer een paddenstoelensoepie. 4 keer een paddenstoelensoepie, ja. Even kijken. 3 keer een konijnenpoot. 3 keer een konijnenpoot. Ja, ik weet niet waar ik dit allemaal voor nodig heb, maar het zal wel. Ik ben een goede buurman. 6 gouden wortelen. 6 keer gouden wortel. That's it? Moet ding, ja. Ik denk dat dat wel alles was, ja. Ja, ik heb 4 keer een ei, 2 keer een glas honing, 4 keer paddenstoelensoepie, 3 keer een konijnenpoot en 6 keer een gouden wortel. Mag ik ook nog een pak koekjes voor jou? 1 keer pak koekjes. Prima. Ja. Dankjewel, zo, die worden per 12 verpakt voor het mee. Per 12, dan doen we dat. Yeah. Moet ik dat dan zo meteen gewoon naar je brengen? Ik ga denk ik zo even slapen, ja?
Ja, dan... Ik kan het ook wel in de brievenbus doen, als je wil. Ik weet niet of je een brievenbus hebt. Nee, heb ik niet. Ik bouw een brievenbus voor je. Doe het in de brievenbus en dan laat ik je met rust, oké? Ja, dat is goed, want dan kan ik hier gaan slapen. Ja, dan ben ik misschien morgen weer wat beter. Want dan moet ik morgen lang gaan werken, ja. Dan, je moet wel gaan weer gaan ploegen en zo, hè. Je moet Jan nog ophalen van het vliegveld, dus... Oh, dat is waar ook, ja. Dus, nou, weet je, ik maak wel een brievenbus voor je. Ik stop het erin. En dan kan je het zelf uithalen wanneer je wat beter voelt, oké? Dat is goed. Ja? Dank u wel, hè. Geen probleem. Dan ga ik nu alles regelen, oké? Versterkte, Boer Martin. Ja, denk ik wel, ja. Gewoon samen zetten. Dat is niet normaal, dat is niet leuk, hè. Nou, jongens, laten we even kijken of we dit allemaal kunnen regelen. Er moet sowieso hier een brievenbusje komen. Dat doen we gewoon met een fence en daarop een barrel met een itemframe met daarin een briefje of zo. Geen idee, we kijken wel even. Oké, laten we het lijstje afgaan, jongens. Het eerste, 4 keer een ei. Laten we hopen dat Boer Jan dan al kippen, of Boer Martin misschien kippen heeft gedaan in het kiphok van Boer Jan. En volgens mij hoorde ik net al wat getok dat ik er langs liep. Dus het zou heel goed nieuws zijn. En, oh mijn god, er loopt een kip los hier. Oh mijn god, er loopt daar ook een kip. Nee. Nee, jongens. Nee, het hok is niet kippenproef natuurlijk. Oh mijn god, volgens mij zijn ze gewoon letterlijk een beetje aan het ronddwalen hier in de buurt. Jongens, jullie hok in. Terug erin. Kom maar. Goed zo. Nee. Blijf er nou in. Blijf erin. Erin blijven. Goed zo. Ja, jij bent ook ontsnapt. Oh mijn god, het kippenhok is gewoon niet kippenproef. Ze kunnen ontsnappen. Oh, dit gaat nog een taakje worden. Ik heb 4 keer een ei nodig en ze gaan overal heen. Die kippen gaan echt overal heen. Leg even eieren, jongens. Kom op. Kan ik dat op een bepaalde manier versnellen? Het eierenproces van kippen? Denk het niet, hè? Oh, dan moeten we legit wachten tot ze eitjes gaan leggen. Wat vervelend. Jongens, ik wil wel dat jullie allemaal even beterschap Boer Martin in de reacties achterlaten met een hartje erbij. Vindt hij vast leuk. Kan hij vast waarderen. Ik ga even wat dirt ophalen. Dan kan ik namelijk kiphok een beetje improven dat hij er beter uitziet. En hoop ik dat als ik terugkom, dat er gewoon eieren liggen. Hier, 64 dirt. Hé, een zombie. Ga weg. Sterf. Heb jij een eitje voor me? Nee, hè? Poep een eitje uit! Ik smeek het je! Poep hem nu uit! Hij poept hem niet uit. Ik heb nog nooit zo'n Content Veen aflevering meegemaakt waarin ik het wachten ben tot een kip een eitje uitpoept. Nou, laat ik in de tussentijd even gewoon dit gras hier tot dirt maken, zo. Dat ziet er even wat mooier uit. Het is de mix van coarse dirt en normaal dirt. Oh, pas op, kippetje voordat ik je sla. Ik heb het opgezocht om de 5 tot 10 minuten. Dus dat betekent dat ik gewoon... Of pech heb. Dat ik, zeg maar, of dat ze net een eitje hebben gelegd en dat eitje is gedespand. Waardoor ik ook pech zou hebben. Die kippen lopen echt gewoon overal rond. Hoe heb ik dat net niet gezien? Hoe heb ik dat letterlijk net niet gezien? Is er iets wat ik in de tussentijd kan doen? Honing? Laten we honing gewoon doen. Weet je, we komen later bij jullie terug, kippen. Jullie zijn te moeilijk. Dan moeten we eerst glass bottles maken. Nou, daar heb ik 6 van. Huh? Ik dacht dat ik 6 had. Waar zijn... Had ik er geen 6? Ah. Oh, ik heb er blijkbaar maar 3. Dat is ook prima. Ook prima. Want we hebben namelijk hier net buiten de stad, jongens, hebben we allemaal bijtjes chillen daar. Ook een beetje in het boerengebied. Chillen allemaal bijtjes. Dus als wij daar nou even wat honing bij elkaar gaan rapen. Volgens mij kan ik dat gewoon doen. Want is dat zo dusdanig door René gemaakt dat ik hier veilig honing kan pakken? Juist. Kijk, hebben we 2 keer honing. Nemen we er 3 mee zelfs. En hebben we iets meer voor hem. Hebben we 3 honingbottels. Dat is al de eerste van de lijst. Die kunnen we dan al zo even kijken. Hoe gaan we dat doen? Doe even zo. Hoppakee, die is klaar. Gouden wortel. Dat kan ik ook vast regelen, want goud heb ik genoeg in het kasteel. Het enige wat ik daarvoor hoef te regelen is wat wortelen. En nou, Boer Jan heeft hier een heel wortelveld. Kan ik gewoon zo. En dan deze plaatsen we terug, want ik moest hoeveel hebben? 6. Nou, gaan we terug naar het kasteel. Kopen we gelijk heel even wat vuurwerk, want ik heb er nog maar 2, jongens. En als het goed is, is jullie als winkel weer een klein beetje bijgevuld. Dat zou betekenen dat ik gewoon weer wat kan kopen. Juist, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 stack, 2 dia. 1 stack, 2 diamonds. Is dat serieus? Huh? Dan gaan we echt veel minder bekopen. Jezus, Julian, wat is je prijs omhoog gegaan? Dus dit is 1, 2 diamonds. Nou, dan koop ik niet meer dan dit. Jezus, wat is het duur. Oké, goud heb ik vast wel hier. Auw, een beetje in mijn kasteel. Slopen we er even stiekem eentje van hier. Maar welke? Deze hier. Die kunnen we slopen. Maken we goud van. Als het goed is, doe je er daar nuggets van maken. En dan kan je daar golden carrots van maken. Ja, en hoeveel had ik er nodig? Meer dan dit. Zo, nu heb ik er 10. Nou, 10 is wel prima, weet je. 10, ik moest er 6 hebben. Nou, dan hebben we er nu 10. Waar heeft hij dit eigenlijk allemaal voor nodig, die boer, jongen? Het is allemaal onzin, moet ik voor hem ophalen. Het is alsof ik boodschapjes aan het doen ben. Hey, ik heb post. Welkom, Makkes, bij Makkes de YouTuber. Dit is leuk. Beste walnoot, ik ben in je stad komen wonen. Ziet er lelijk uit hier, dus heb het even mooier gemaakt door mijn eigen huisje te bouwen. Hij mengt mooi tussen de rest. Succes met vinden. Met vriendelijke groet, je aardsvijand, Makkes de betere YouTuber. Jongens, dit is Makkes de betere YouTuber. Hij heeft inmiddels 10.000 abonnees. Aardsrivaal, lelijkste gast op aarde. En hij heeft een huis gebouwd in mijn stad. Maar waar? Ha! Daar zou je het hebben. Het kon ook niet anders, jongens. Wat ziet dit er bijzonder mooi uit. Ik ga er ook gewoon geen aandacht aan besteden. Ik ga er niet eens heen. Ik ga er gewoon niet heen, weet je? Ik weet niet of ik dit kunnen we toch niet houden in de stad? Kijk hoe het eruit ziet. Alles zo mooi, zo serieus en dan...
Dat kan natuurlijk niet. Laten we in tussentijd vast even de brievenbus bij mijn boer Martin plaatsen. Die gaan we hier zo. Heeft hij vast een brievenbusje. Doen we daar vast 1, 2, 3, 4, 5, 6 in. Hier doen we er 3 van in. Dat zijn die afgestreept. Die ga ik er ook gewoon afhalen dan. Van het lijstje. Zo, en die kan ook van het lijstje. Hoppakee. Nou, laten we de rest halen. Kijken of de kippen al wat eitjes hebben gelegd. Kippen, hallo? Hallo? Waar is de rest van je familie? Ze zijn letterlijk allemaal gewoon verspreid. Net waren ze nog een beetje bij elkaar, maar inmiddels... Nee, dit is echt bizar. Oh, kijk, hier zijn ze allemaal. Hier zijn ze met z'n drieën. Maar nog steeds... Geen eitjes. Dan gaan we maar konijnenpootjes halen. En ik kan die denk ik het best in de woestijn halen die hier iets verderop zit. Dus laten we daar maar even heen vliegen en daar even wat konijnenpootjes zien te regelen. Kijk, hier is de woestijn. En meestal vind je al heel gauw wat konijntjes. Hey, een kip, heb jij nou gelegd? Hé, hey, een konijn. Die gaan we pakken. Sorry, konijn. Het is voor de greater goods. Kom hier. Het spijt me. Raw rabbit en rabbit's hide. Nee, ik heb geen konijnpootje gekregen. Pas op! Hij springt zo in de lava! Dat meen je! Hij dacht, weet je, ik wil gewoon niet vermoord worden. Ik beroof hem wel gewoon van mijn eigen leven. Dan moet je er even helemaal in doen, Sebastian. Ook dat ik er eerst heel stil achteraan ging. Ja, we hebben de eerste rabbits goed. Top. Oké, babytjes die gaan we niet doodmaken, want daar krijg je volgens mij toch niks van. Maar we hebben wel de eerste en ik moest er hoeveel hebben? 3 moest ik er hebben. 3 konijnenpoten en ik heb er nu pas 1. Hey, ik heb een tweede, jongens. Ja. Oh, oké, nog eentje. Ik heb al echt voor mijn gevoel zoveel konijnen gewoon moeten slachten. Ik voel me er gewoon helemaal niet goed door. Ik voel me gewoon heel, een soort moordenaar of zo. Maar ik doe het nog een keertje. Kom op, geef me nou gewoon nog een... Nou, dan moet ik er nog meer slachten. Elke keer dat ze me geen pootje geven, betekent gewoon dat ik er nog meer moet doen. Dus eigenlijk doen ze het hunzelf aan. Elke keer dat ze me niet helpen, gaat er nog eentje dood. Hier, zie je? Jij ook. Dan moet ik er nog eentje pakken, want ik heb nog steeds maar 2 voetjes. Ja! Oh mijn god, ik heb er nog 1. Oh, wat ben ik er blij mee. Wat ben ik hier ontzettend blij mee. Ik heb 3 keer de rabbit's foot. Dan kan die van het lijstje af. 3 keer een konijnenpoot. Oh mijn god, wat een onnodige moeite was dit allemaal. Nou, laten we maar gauw teruggaan naar huis. En dan eerst even stoppen in de jungle om wat cacaoboontjes te gaan meenemen. Zodat ik wat koekjes kan maken, want ik moet ook een pak koekjes meenemen. En gelukkig is hier al de jungle. Cacaobomen ga ik denk heel snel vinden. Laten we eerst even in deze village hier overnachten. Bloep, hoppakee. Toenk, toenk. Kijk, en ik zie al heel veel cacaoboontjes die ik kan hakken, jongens, om de koekjes te maken. Zo, die nemen we mee. Hallo schaapje. Meloentjes hebben we ook niet nodig. We hebben alleen maar de cacaoboompjes nodig. Of boontjes, zo. Kijk, heel veel zelfs. Volgens mij moet je dit combineren met wheat. En als je dat doet, krijg je dus cacaobonen. Of cacaobonen, dan krijg je dus koekjes. Dit is gewoon een aflevering, jongens. Het is gewoon één grote tutorial hoe je dingen craft. Gewoon onnodige dingen die je nooit nodig gaat hebben in Minecraft. Dat zoals wat Boer Martin nu allemaal wilt. Ik laat gewoon zien aan jullie deze aflevering hoe je dat allemaal maakt. En ik leer het zelf ook eventjes weer. Om er even de basis bij leren, weet je. Oeh, kijk, dit zijn er lekker veel. Hij wilde 12 koekjes. Er zit in 1 pak namelijk 12, zegt hij. Dus ik heb wel echt veel nodig. Hé, een vogeltje! Ik heb alleen geen zaadjes voor je. Ja, eentje misschien hier. Of 2. Misschien dat genoeg is. Waarschijnlijk niet. Nee. Een derde. Nee. Een vierde. Nee. Een vijfde. Nee. Zesde. Nee. Een achtste misschien. Nee. 9. Oh, wat ben jij een dikzak. Ik heb 3 nieuwe. Als dit niet werkt. Kom op. Kom op. Jemige. Wat vreet jij veel. Hoeveel zaadjes wil je hebben voordat je van mij bent? Alsjeblieft. Ik smeek het je. Je bent blauw. Oh mijn god. Nou, de laatste 2 hoor. Oké, nee. Ik ga toch meer halen. 3 weer. Ik snap het niet. Ben jij al getemd of zo? Nee, dat ben je niet. Je bent ontembaar. Ik heb 8 nieuwe zaadjes. En als het nu niet gebeurt, dan ga ik gewoon verder. 1. Oh. Je bent van mij. Kijk, hier stond er ook nog één. Ben jij ook zo'n dikzak? Ja, die kan ik je niet achterlaten. Dat is een beetje het ding. Dan ga ik jou ook meenemen. 1, 2. Oh, je bent ook van mij. Kom mee. Kom gezellig mee. Jij ook op mijn schouder. Zo. We hebben 2 nieuwe vriendjes. Nou, dan vliegen we nu terug naar huis, hè? Jemig, wat duurde dit lang? Of is huis niet die? Waar is huis? Oh, de vogels die teleporteren niet mee. Nee. Oh, ik heb te veel moeite gedaan om ze achter te laten. Nou, jongens, daar zijn we weer. De vogeltjes zijn er ook. Ja, kijk, 1 en 2. Hoe gaan we ze noemen? Nog even leuke namen bedenken. Oh, maar voordat ik dat ga doen... Hier, hè? Heb je hier 3 konijnenpoten, Martin. Hakken we even wat wheat zo. Volgens mij kan ik dan gelijk koekjes maken als ik een crafting table pak. Even kijken. Ja. Oh. Oh, 40 koekjes al. Pas op hoor, vogel, voordat ik je doodsla. Per ongeluk, hè? Per ongeluk, jongens. Niet boos op me worden. Hij wilde er 12. Weet je, hij krijgt gewoon 40 koekjes. Hij krijgt er 40. 40 koekjes. Kunnen die ook van de lijst. Zo. Paddenstoelensoepie. Volgens mij heb ik nog wel paddenstoelen in het kasteel liggen. Ergens in deze kisten zal ik vast nog wel paddenstoelen hebben. Hier 1 paddenstoel. Eentje. Oh mijn god, ik had hier ook allemaal koekjes liggen. Dat meen je.
Dat meen je. Helemaal avontuur voor koekjes voor niks. Kijk, hier kan ik als het goed is paddenstoelen ding uithalen. Toch? Uit dit, of niet? Of werkt dat niet zo? Hoe werkt dat? Heb ik daar gewoon een X voor nodig zonder iets erop? Ja, kijk! Zie je? Dus ik het gewoon met een X of gewoon zonder X lopen kan waarschijnlijk ook. Maar dit is wel the way, dit. Hier krijg ik paddenstoelen uit, jongens. Juist, kijk, nu heb ik er 12. Nou, wat ben ik ook weer slim. Dan kunnen we met, als het goed is, wat hout, kunnen we wat bols maken. Kijken. Juist, dan kunnen we er wat bols bij maken. Hoe maak ik... Oh mijn god, hoe maak ik mushrooms toe? Oh, dan heb ik ook rooien nodig. Nou, dan moeten we hetzelfde doen. Hetzelfde verhaal, maar dan met deze. Oh, je kan het ook gewoon met je hand slopen, jongens. Dan krijg je er ook paddenstoeltjes uit. Ik heb er nu al 3. Dat zou genoeg. Of 5 zelfs zo. Oh, kijk eens aan, jongens. Hier, komt-ie. Mushrooms toe. Boom. 7. Kan hij niet meer klagen. En hij wilde er 4. Leuk dat die twee vogeltjes ook nog steeds op mijn schouders zitten. Gewoon chillen. Gezelligheid. Hallo. Weet je, ik zie jullie als mannetje en vrouwtje. Kom even op mijn schouder. Zo. De blauwe is het mannetje. En de witte is het vrouwtje. Dus het mannetje heet Hector. En het vrouwtje heet... Magda. Vind ik leuk. Hector en Magda. Zo noemen we ze, oké? Okay? Liefde voor Hector en Magda in de chat, jongens. Zo, doen we ons soepie. Doen we hier erin. 1, 2, 3... 4. Dan missen alleen nog de eitjes. Letterlijk, de moeilijkste taak van allemaal is 4 simpele eitjes. En waarschijnlijk hebben die kippen nog niks gelegd. Geen echt een interne haat te krijgen voor kippen, jongens. Ik wist niet dat het kon in Minecraft, dat je zoveel haat voor een diersoort kon krijgen. Leg nou gewoon een ei. Jullie zijn gemaakt om eieren te leggen. Ik hoorde een pop. Horen jullie dat, jongens? Ben jij het? Ons eerste eitje. Het is niet te geloven. Jij bent... Ja, je kan ja knikken. Jij bent een heilige kip. Echt waar. Dankjewel. Dankjewel, kipje, voor het eerste eitje. Maar dat betekent dat misschien andere kipjes ook een eitje hebben gelegd. Dus laten we even kijken. Kijk, daar heb je een volgende. Heb je ook een eitje gelegd? Nee, hè? Nee, natuurlijk niet. Jij ook! Oh, jij... Oh, dankjewel, kippetje. Oh, we hebben er al 2, jongens. We hebben er al 2. Laten we de andere ook zoeken. Die zijn ergens in de buurt hier. Daar is er eentje. Zeg maar dat jij er ook een hebt, kippetje. Ik smeek het je. Heb jij een eitje gelegd? Waarschijnlijk niet, hè? Gaan we even het veld doorlopen, zoekend. Oh, er lag er één. Er lag er één. Ik hoorde een ploeg. Ik heb er 3. Ik heb er 3, jongens. Nog 1. Of moest ik er ook 3 hebben? 4 keer. Oh, er moet nog 1 ei. Oh, dat gaat waarschijnlijk een heel vervelend, ingrijpend eitje worden. Verder dat het laatste eitje inderdaad het moeilijkste eitje gaat zijn om te verkrijgen. Geen 1 is ook maar gewoon weer in een hok, hè. Ze hebben allemaal een hok verlaten. Heb jij er nu wel eentje voor mij? Het hoeft er maar eentje te zijn. Oh, Min, ik vraag niet veel van je. 1 kip is inmiddels helemaal ontsnapt en die gaat gewoon de wijde wereld weer in. Weet je, dat mag als je een eitje voor me legt. Gewoon nog eentje. Poep hem alsjeblieft nu even uit op beeld. Dat zou ik heel leuk vinden. Ik denk niet dat hij wat uit gaat poepen, jongens. Ik heb hem echt oprecht al voor mijn gevoel voor 5 minuten gevolgd. Maar er gebeurt gewoon niks met deze kip. Kip, je bent waardeloos. We gaan er vandoor. Doei. Ja! Oh, kippetje in de dingen die je vastzit. Weet je wat, ik ga je ook gewoon helpen omdat je vastzit. Ah, dat duurt te lang. Dankjewel. Laat maar. Leef in vrede in de kopweb. Ik heb er 4, jongens. Oh, wat ben ik hier blij mee. Nou, Boer Martin, jij kan ook weer blij zijn. We hebben 4 eitjes voor je. We hebben alles... Ik wist niet dat de eitjes het moeilijkst gingen zijn. Hoppakee. Ik hoor een zombie op een hele dichtbij plek. Waar is die? Ik hoor er 2 zelfs. Wat gebeurt hier? Zitten die hieronder? Ah, die zitten hieronder. Oh mijn god, er zit even wat meer. Oh mijn god, er zit even wat meer hieronder. Oh nee, oh nee. Laten we de skeletons boos maken op de zombies. Kom maar. Word maar boos op de zombies. Oh, mijn vogeltjes moet ik voorop passen. De skeletons moeten als eerst dood. Zo, hoppakee, hoppakee. Oh. Nou, kunnen we het gelijk even belichten hier? Want er spawnen hier blijkbaar echt heel veel zombies en zo. Vogels, het is niet slim dat jullie me volgen. Hector en Magda, kom op. Eventjes thuis blijven. Zo, het is hier belicht. Het is het enige nadeel als je elk, ja, bouwwerk hier helemaal custom maakt. Is dat het dan de kans hebt dat het er zo uit gaat zien. Of uit gaat zien dat de mobs onderspannen. Oh, hoppakee. Oh. Hoppakee. En bada, 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 beam. Zo. Nou, Martin, ik heb alles achtergelaten. Het lijstje is compleet, dus ik kan deze helemaal leeg doen zo. Hoppakee. 4 eieren, 6 golden carrots, 3 flesjes honing, 3 konijnenpootjes en 40 koekjes en 4 keer een paddenstoelen dingetje. Ik laat je lekker in je bedje liggen, dus kijk maar wanneer je wilt. Ik ben tevreden hierover. Ah. Oké, okay, laten we nu heel even kijken naar wat dit nou is. Het ziet er toch niet uit, jongens. Kijk nou naar dit hoofd. Het is hoofdkwartier van Makkers. Oh, nee. Oh, het ziet er op zich beter uit dan ik had verwacht. Weet je, we laten het nog heel even staan. En we wachten op, ja, meer uitleg van wat dit nou de bedoeling is van wat hij hier aan het bouwen is. En dan kijken we wel verder, jongens. Ja, wat ga ik met jullie doen, jongens? We hebben hier Hector en Magda. Zal ik jullie name... Ik ga jullie nametags geven. Moeten we wel heel even langs de Annie Heijn. Oftewel de Albert Heijn, maar dan de Anne-versie. Want daar kan ik als het goed is nametags kopen. Hier zo, of niet? Ah, hier. 1, 2. Even naar de kassa. Pakken we 2 diamonds. Zo, die plaatsen we in de kassa. Hoppakee. Hebben we een anvil nodig. En dan gaan we gewoon heel eventjes de anvil gebruiken van Barry de Blacksmith. Hier. Hector. Magda.
Zo, waar ben je? Hector, dit ben jij. En Magda, dat ben jij. Zo, nou jongens, moet je zien, Magda en Hector, de twee lieve vogeltjes. Waar gaan we jullie achterlaten? Of gaan jullie mee op avontuur? Jullie gaan gewoon voortaan mee op avontuur. Dat is het risico van het vak. Vinden jullie ook niet? Maar ik kan ook gewoon twee leads maken. En dan, of zelfs vier, acht leads maken. Zelfs Jezus. En dan jullie gewoon meenemen en ergens aan vastzetten. Dat is denk ik veiliger voor jullie. Want 9 van de 10 keer hoe ik mijn vogeltjes ben verloren, jongens, is omdat ze allemaal per ongeluk dood zijn geslagen door mij. Dus kom jij maar hier, Magda. Hector, kom je ook? Deze kant op. En dan zetten we Magda, zetten we ook hier ergens zo. Hoppakee, daar aan vast. En Hector. En dan denken jullie vast, ja, Max, je kan ze gewoon laten zitten, weet je. Door erop te klikken, door erop de rechte muis klikken. Maar kijk, als ik dat doe met vogels, er gebeurt niks. Alleen mijn hond kan ik dat voor een of andere reden. Maar de rest van de vogels kan ik dat gewoon niet. Je kan gewoon niet laten zitten bij de rest van dieren. Minecraft dieren. Heel vervelend. Eigenlijk wilde ik vandaag verder gaan met het interieur van deze prachtige rechtbank, jongens. Maar sinds dat Jan nog steeds op vakantie is en dat boer Martin ziek is, denk ik dat ik het uitstel naar de volgende aflevering. Want deze aflevering is ook alweer een tijdje bezig. Dus eigenlijk vind ik het alweer mooi geweest voor vandaag. Volgende keer gaan we ermee verder. Dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Een beetje een soort ander content fan video dan normaal. Het was nu echt vooral gewoon lekker boodschappenlijstje, een beetje kloten, een beetje leuke dingen doen. Hoort er ook wel eens af en toe bij, hè? Vergeet zeker even niet te liken als je tot dit punt in de video bent gekomen. Reageer even dat je hebt geliked. Vind ik heel leuk om te zien. En abonneer even, want we zitten bijna op die 231.000 abonnees. En dan nu, oeps, kijk lekker het vorige content van NL. Heb je deze nou gemist? Dan moet je hem zeker even nu aanklikken en gaan kijken, want dan ben je helemaal up-to-date over alles dat er gaande is in content van een hele goede video. En dan nu spreek ik laat glaasje water, telt 4 flesjes bier. Tot de volgende keer. Yeah!